Lynette Berestein. Er was ook een mooie kop, vond ik vanochtend in het Algemeen Dagblad. Berengoed. Ja, Berestijntje was echt top. Die is zo goed, daar kun je gewoon bijna niet langer omheen in de basis. Ja, en dan te bedenken dat de jonge Lynette Berestein eigenlijk op atletiek zou gaan. Omdat haar ouders niet wisten dat meisjes ook op voetbal konden. Ja, mooie aanleiding om met de telefoon eens even op zoek te gaan naar de familie Berestein. Ja, dat klopt. Ik ben er nicht, ja, grote nicht. De grote nicht van Lynette Berestein. Wat een eer dat we u aan de lijn hebben. Hebt u gisteren ook zitten kijken? Ja, zeker weten. En wat gebeurde er toen dat doelpunt viel? Wat gebeurde er toen? Ja, ik sprong uit mijn dak. Ja? Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, bij ons vloog de popcorn door de kamer, hoor. Ja, nou, bij ons niet gelukkig de popcorn, maar we sprongen wel uit onze dak. Ja, nou, ja. Wij vonden ook gisteren wederom, hè, Lynette speelde echt hartstikke goed. Ja, ze was een tijger in het spel. Ja, ja, echt een tijger, absoluut. Ja. Ja, ja. Hey, maar vindt u eigenlijk nu ook dat Lynette een basisplaats verdient? Ja, zeker. En niet de laatste 10 minuten steeds. Maar wat is nou een typische eigenschap voor een Berestein? Doorzettingsvermogen. Ja, we geven niet op. We blijven doorgaan totdat we ons doel bereiken. Winnen ten koste van alles? Zeker weten. Zou Lynette zijn eigen schoonvader nog verkopen om een wedstrijd te winnen? Ik denk het wel. Zo horen wij het graag, zeg. Ja. Er is in Den Haag trouwens een wijk en die heet Berestein, hè? Heeft Lynette het te ver, heeft het echt ver geschopt. Ja, dat is zeker waar, ja. Hallo, mijn Kenneth. Wij bellen eigenlijk omdat we op zoek zijn naar de vader van Lynette Berestein. Oh, de vader van Lynette Berestein. Ja, dat ben ik. Dat bent ja, u. Dat vermoeden hadden wij al. Kijk eens aan. Meneer Berestein, ja. Hoe hebt u gisteren gekeken naar de wedstrijd Nederland-Canada? Hoe ik gekeken heb? Ja. Nou, wil ik gezien met twee ogen. Met twee ogen. Ja. Godzijdank. Maar dan heeft u ook met die twee ogen een geweldige avond gezien, of niet? Ja, dat is een geweldige avond. Ik denk dat het voor een heel Nederland een geweldige avond was. Wat deed u eigenlijk op het moment dat doelpunt viel dat Lynette maakte? Nou, applaudisseren. Ja, natuurlijk. Ja, kunt u uitleggen hoe trots u bent? Nou, kent u een pauw? Een pauw, ja? Ja. Oh, net als een pauw, denk ik. Ja, ja, dat kan me wel voorstellen. Net als echt een grote pauw, met mooie grote veren. Ja, een hele grote, ja. Ja, ja. En hebt u nog een beetje contact ook met Lynette eigenlijk? Ja, gisteren hebben we er gesproken, ja. En wat hebt u gezegd? Ik heb haar een dikke knuffel gegeven, zoals altijd. In je binnenste weet je dat je dochter gescoord heeft, dus... Dat is natuurlijk prachtig. Dat is helemaal goed. Zeg, wij lazen ooit in een interview met Lynette Berestein dat ze vertelde dat haar moeder vroeger dacht dat meisjes niet op voetbal konden. Dat heeft ze wel goed gezegd, want ik wist ook niet dat vrouwen op voetbal konden. Tenminste, dat er vrouwenvoetbal was. Wij zijn hartstikke blij dat ze uiteindelijk op voetbal is gegaan. Ja, en we zijn echt absoluut een enorme fan van Lynette. En we hopen dat ze dinsdag in de basis staat. Dat hoop ik ook, ja.